Het openluchttheater was vroeger hier in Elsrijk een heel bekend gegeven in de buurt. Ik herinner me zelfs Siebertje, James Last, zelfs de Cats uit Volendam hebben hier ooit een clip opgenomen in 1967. Een aantal jaren is het theater gesloten geweest, ik denk vanaf 1970. Het hele gebied was hier helemaal overwoekerd, je herkende het niet meer terug. Tot op initiatief van Elsrijk hier de boel weer is schoongemaakt, helemaal opnieuw ingericht. Met heel veel dank aan de plantsoenendienst Amstelveen, die ontzettend hard heeft gewerkt om hier alles weer voor elkaar te krijgen. En dit jaar gaan we voor het eerst van start met echt 10 voorstellingen. Echt 10 hele serieuze voorstellingen. We beginnen op 5 juni. Dan komt de burgemeester hier het theater openen. We beginnen met de vuilnismannen. Dat is een groep die herrie maakt uit allerlei zaken waar wij normaal ons afval in deponeren. Het Amstelveen Symfonieorkest komt met solisten. We hebben een dag voor Kika, helemaal in het teken van kinderkanker. De opbrengst gaat ook die dag naar kinderkanker. We hebben een film, we hebben de musicalvereniging Amstelveen. We hebben de Harmonie uit Amstelveen. Frank Groothof, niet onbekend van Sesamstraat, zal hier een kindervoorstelling geven. Dus ik zou zeggen, houd alle folders en dichtbij en de agenda's in de gaten. Want het wordt een heel leuk seizoen, denk ik. Ja, voor iedereen wat? Voor iedereen wat. Voor kinderen en ook voor ouderen. We hebben ook... Nou, misschien ook wel voor jongen. We hebben een soort Night of the Proms op 25 juni met het Amstelveen Symfonieorkest. En dan moet je echt voorstellen dat we eindigen met Land of Hope and Glory, bekend van de BBC Proms. En dan hoop ik natuurlijk dat iedereen meeweeft. En er is eigenlijk voor iedereen wat. Ja, moeten de mensen entree betalen? Ja, om een beetje uit de kosten te kunnen komen, maar toch laagdrempelig, zal de toegangsprijs maar €3 bedragen. Dus dat is één pilsje op het Leidseplein, zeg ik altijd. Mm-hmm. In je achtergrond zijn ze druk bezig. Kunt u vertellen wat eraan komt? Ja, we hebben volgende week 200 stoelen. En we moeten een kantine hebben en we moeten een kassa hebben. En het moet een beetje vandalismeproef zijn. Dus we hebben een unit aangekocht die we nu in het bos hier gaan neerzetten of in het park. Waar wij al onze dingen moeten kunnen opslaan. Kassa kunnen doen, kantine kunnen doen. En misschien voor sommige kleine groepen zelfs kunnen gebruiken als kleedkamer. En dat hebben we gewoon nodig, want we moeten ergens onze spullen kwijt. En dat is vandaag 19 mei de bezorging van dat ding. Zoals je kunt zien is dat nogal een ingewikkeld proces. Ja, ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. Oké, dankjewel. Ik hoop dat jullie ons in de gaten houden.